Hey Emily, ik moet eventjes naar de boswachter toe. U vindt het vast zeker niet erg als u een paar uurtjes alleen bent, hè? Ik vind dat helemaal niet erg, papa. Ik kan me hier toch goed vermaken hier. Dan is dat in orde. Nou, ik ga me alvast voordat de boswachter zich afvraagt waar ik blijf. We gaan meteen aan de slag. We gaan een verjaardagstaart maken voor papa's verjaardag. Als hij dit ziet, zal hij erg tevreden zijn. Dus kom mee, Rocky. Op naar de keuken. Zo, we hebben alles wat we nodig hebben om een taart te maken. Het eerste wat we erin moeten doen is dus een ei. Erin moeten doen is dus boter. En na de boter komt dus melk. La 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 la. En nu het deeg goed is gemengd, gaan we hem nu ingieten in deze bakvorm. Zie zo, Rocky. Het is een mooie taart geworden. En nu moet hij 30 minuten in de oven. Zie zo, Rocky. De taart zit nu helemaal in de oven. Het enige wat we nog hoeven te doen is wachten totdat hij klaar is. En dan, na die 30 minuten, kwam Ricardo weer terug naar huis. Emily, ik ben weer thuis. Jongen, ik ben benieuwd of Emily en Rocky zich goed hebben gedragen toen ik weg was. Emily, heb jij een taart gemaakt? Dat is wel een bijzondere verrassing wat je mij liet zien. Het is niet zomaar een taart, het is een verjaardagstaart. Ik heb hem speciaal voor jou gemaakt, omdat je jarig bent. Maar Emily, mijn verjaardag is pas over een maand. En daarbij, je bent trouwens nog iets vergeten. Er zit nog helemaal geen kaars op die taart. Dat komt wel in orde, papa. Ziezo, nu is de taart helemaal compleet. Wat vind je ervan? Hij ziet er heel mooi uit. Dit is wat je noemt een echte verjaardagstaart. Dankjewel, Emily.